Ik zat zo een beetje na te denken over jouw vraag. Nou, dat vroeg je eigenlijk net op het moment dat de iPad 3, of de nieuwe iPad, zoals je dat dan wil noemen, zoals Apple het zelf noemt, werd aangekondigd. Er was een beetje een algemeen gevoel van teleurstelling, wat weer bij de pers overheerste. En ik zat me af te vragen, waar komt dat nou eigenlijk door? Hoe komt het toch dat wij elke keer zo gehyped worden of zulke extreme verwachtingen hebben dat we denken dat er een soort eenhoorn met diamanten hoeven of zo uit de hoge hoed wordt getoverd? Toen bedacht ik van waar dat eigenlijk door komt, is wij verwachten als techpers en ook gewoon als early adopters en innovators, verwachten wij ongelooflijk veel innovatie van een merk als Apple, omdat dat is wat zij altijd geboden hebben in het verleden. Maar je moet je eigenlijk realiseren dat Apple nu helemaal geen innovatief merk meer is. Dit is een merk voor de massa geworden, voor de mainstream. En dat betekent dus hele kleine stapjes. En toen ging ik eens verder terugdenken. En wat is nou eigenlijk het laatste nieuwe apparaat dat Apple heeft geïntroduceerd? Hoe lang is dat al niet geleden? Dat is inmiddels meer dan 2 jaar geleden. Namelijk de iPad zelf. En daarvoor was het de MacBook Air en de iPhone. Dat waren allemaal nieuwe apparaten waarin zij eigenlijk toegang kregen tot een markt die ze eerder niet bedienden. Nou, sindsdien is het stil. En eigenlijk is het volgende ook nog niet aan de horizon. Dus wordt dus wel gesproken over de koppelde televisie. En er zijn nog wel andere outrageous ideeën. Maar ja, gaat Apple in staat zijn een nieuw soort device te introduceren? Want dat zijn de momenten waarop zij de grote klappen maken. Wat ze nu hebben, is gewoon een mainstream apparaat. Wat eigenlijk voor ons early adopters en innovators wel heel goed is. Maar niet echt meer interessant. En niet meer die sprongen maakt die we eigenlijk van ze verwachten. En dat vond ik echt heel opvallend. Je ziet het nu ook vandaag, als goed is, de iPad is morgen te koop voor het eerst. Vandaag zie je de eerste reviews uitkomen. Ja, dan is dat toch weer ook weer de conclusie van goede stap vooruit is op stap van de vorige, maar niet groundbreaking. En ik denk dat dat niet zozeer komt omdat Apple niet geen groundbreaking producten meer maakt, maar meer omdat wij gewoon te veel verwachten. En verwachten dat een bedrijf wat zich richt op de hele wereldbevolking enorme sprongen, innovatieve sprongen zal maken. En daar leent het zich gewoon niet voor. Het is een mainstream product geworden voor de massa. En, dus, en die kunnen daar niet tegen. Kleine stapjes, langzaam vooruit. Maar als ze dan bijvoorbeeld dit jaar met een ITV zouden komen, zoals misschien nog steeds verwacht wordt, haalt dat dan die stelling niet onderuit? Daar is dat wel afhankelijk van inderdaad. Wat mijn stelling is. Ik denk niet dat Apple op korte termijn, en zeg maar tussen nu en 2 jaar, met een volledig nieuw product zal komen. En wat daarna is koffiedik kijken. Maar ja, zal dat dan, stel dat er inderdaad een tv komt met Siri en met een Apple TV ingebouwd en allerlei nieuwe streaming services. Gaat dat de manier waarop wij tv beleven veranderen? Dat betwijfel ik. Maar goed, hier zijn nog veel mensen kapot gegaan, dus pin me hier niet op vast. Dat is puur wat ik vanuit mijn perspectief kijk. En ik laat me graag mijn ongelijk bewijzen, absoluut.